DVS TV-kijkers, een nieuw item door de week. Even een gesprekje met de trainer. Of we dat volhouden, weten we niet. Hangt natuurlijk een beetje van de sfeer af. Maar ja, het was natuurlijk een hele grote teleurstelling afgelopen zaterdag, Roeland. Ja, want je weet, in ieder geval weet je dat je zo lang mogelijk in de wedstrijd moet blijven om een goed resultaat te halen in de topklasse. En dat was eigenlijk de 11 minuten was dat natuurlijk helemaal vergooid. En dan is het voor iedereen hartstikke vervelend, voor het publiek, voor onze staf, maar ook voor de spelers op het veld. En nou is de kunst natuurlijk om met zo'n teleurstelling om te gaan, want je hebt met een groep te maken en je hebt met individuen te maken. Ga je dat ook werkelijk ook op die manier te lijf? Dus als groep erover hebben, maar ook de individuen die diverse fouten dan maken? Ja, met iedereen wel. Hè. Kijk, gisteren hebben we een andere avond gehad, andere invulling. Dat ging een avond over voeding. Dus dat was even prettig dat even de aandacht even ergens anders lag. En we gaan straks even op het veld even weer even rustig en kort nabespreken. Normaal doen we dat met beelden, maar in dit geval doen we dat even een keer niet. En dan bespreken we dat ook wel per persoon, per linie, maar ook als team zijn. Wat voor afspraken maak je met elkaar en hoe ga je daarmee om? Kun je achteraf nou ook nog zeggen hoe de sfeer in de kleedkamer was voordat de wedstrijd begon? Dat je misschien achteraf zegt van ja, misschien waren ze inderdaad wat te gelaten om te beginnen. Of ze waren juist heel erg gefocust. Nou, ik kan bij deze groep alleen maar merken dat ze gewoon heel graag resultaat willen halen. Dat de wil om te winnen, die is er altijd. Alleen wij willen dat ook graag op een bepaalde manier doen. En eigenlijk de uitvoering daarvan, daar ging het gewoon mis. Die teleurstelling overheerst met name. En hoe ga je nu werken aan het herstel? Ga je gewoon door in hetzelfde proces? Of zeg je van, hey, ik ga misschien daar en daar toch wat aanpassingen maken? Want proces is natuurlijk hartstikke mooi en daar leg je steeds de nadruk op. Maar resultaten zijn ook wel belangrijk. Ja, maar uiteindelijk als jij ergens mee begint, dan moet je steeds beter worden. Hè? Dus gedurende het hele seizoen. Dat moeten we niet vergeten. Sommigen denken nog steeds al dat het na de voorbereiding al top moet zijn. Maar het gaat de hele seizoen gaat het zo door. Je moet steeds beter worden, steeds stapjes maken. En daar zit ook wel eens een terugslag in. En dat hebben we nu ook gemerkt. Alleen we hebben geen rare dingen gedaan. Hè? Dus we hebben eigenlijk fouten gemaakt in de dingen die we normaal en eerder ook deden. En die dingen heeft ons ook gewoon punten opgeleverd. Dus we hebben bijvoorbeeld tegen Rijnsburg, hebben we ook door middel van kort combinatievoetbal op het middenveld de bal vrij kunnen krijgen om uiteindelijk Ali goed in stelling te brengen waar hij die goals uit maakte. Tegen Spakenburg hebben we onder de druk uitgevoetbald, wat ons gewoon kansen heeft opgeleverd. Dus we hebben gewoon heel veel dingen hebben we goed gedaan en dat heeft ons wat opgeleverd en dat past ook gewoon bij deze groep. Alleen je gaat ook wel eens in de fout en de tegenstander die gaat ook wel eens op een bepaalde manier met onze speelwijze om. En of dat nou druk zetten is of wat dan ook, hè, er zijn zoveel manieren. Je zult ook merken dat de ploeg straks gaat inzakken, dat ook weer wat anders vraagt. Hè. Een beetje lissen was dat. En daar moet je mee leren omgaan. Dus daar hoort van allerlei facetten horen erbij. Maar het zijn vooral even de keuzes van wat ga je doen op welk moment. Het is natuurlijk wel opvallend dat we nu net topploegen zijn tegengekomen en we komen er nog één tegen aanstaande zaterdag. Waarbij Soykan, beste speler van verleden jaar van het hele seizoen bij DVS, Ali Akla, enorm gemist worden. Of zeg je van ja, maar dat hoort bij het voetbal. Ja, dat zeg je goed het laatste, want daar heb je gewoon mee te maken. Hè? Dus we hebben met een selectie te maken van 23 spelers. En we moeten die 23 moeten we allemaal gewoon goed voorbereiden. Hè? Dus wij zeggen ook vaak van dit is hoe we het willen doen. Dus als Pietje wegvalt, ja, dan moet die andere, die moet dat eigenlijk ook kunnen invullen. Misschien op een iets andere manier, maar dat moet je dan van elkaar weten. Dus hier heb je gewoon mee te maken, daar hebben alle ploegen mee te maken. En
Ja, dat is nou eenmaal zo. Dus dat... Toch is het wel zo dat zo'n een tegenstander is natuurlijk beducht voor een Ali Akla. En voor ballen die eventueel achter hun verdediging komen. En Ali met zijn snelheid het een en ander kan opleveren. Daar hebben ze nu dan eventjes niet mee te maken gehad. En daardoor kunnen zij, denk ik, met mijn simpele voetbalverstand, toch met alle risico's van dien volop druk zetten naar voren. Ja, kijk, dan moet je het gewoon weer gaan analyseren van wat is er gebeurd. En inderdaad, Ali was heel gevaarlijk in de diepte. Hè? Dus dat was wel een wapen inderdaad. Maar aan de andere kant hebben wij ook in het begin hebben we wedstrijden zonder Maurice gespeeld. Hè? En dat mensen ook dachten van, ja, wie moet er nou een goal gaan maken? Werd er wel eens heel een beetje negatief gezegd. Maar toen hebben we ook gezien van dat de samenwerking, hè, bijvoorbeeld het in stelling brengen bij Ali, waaronder ook Christian een keer een goede rol had bij die wedstrijd die ik net opnoemde van tegen Rijnsburg. Maar ook de combinatie, hè, de samenwerking met Christian en Mike bijvoorbeeld, of met Christian en Maurice, of met Ali en Mike. Hè, dus daar wisselen we wel eens wat voor in. En dat betekent gewoon van, ja, de een is de ander niet. Dus Mike vult een positie anders in als bijvoorbeeld Ali. En Christian ook weer. En dat moeten we gewoon goed van elkaar weten. Van, ja, hoe gaan we die spelers bedienen? Okay. Nou is het natuurlijk duidelijk geweest. De eerste 4-5 competitiewedstrijden. Het publiek van DVS stond volledig achter de ploeg. En dan krijg je toch weer die elementen. En dat hoort ook weer bij het voetbal. En zulke supporters heb je er tussendoor. Die gelijk beginnen te morren. En die bal moet eerder naar voren. En ik heb er nog even over gerept. Van, ja, soms moet je het voetballend zodanig oplossen. Dat je even een paasje achteruit moet steken. Maar er waren afgelopen zaterdag wel veel paasjes naar achteren, wat misschien ook te maken heeft met zelfvertrouwen, ik weet het niet. Nou ja, dat zeg je goed, hè. Dus we hebben allemaal gezien dat er te veel achteruit gespeeld werd. Zelfvertrouwen denk ik niet dat wat mee te maken heeft, want die zou dan eigenlijk zeggen van peer hem juist te hard naar voren. Dat is dan de weg van de minste weerstand. Kijk, uiteindelijk gaat het er gewoon weer om dat we weer analyseren van wat gebeurt er. Hè? Dus als er achteruit gespeeld wordt, moet je je afvragen, waar kon hij ook vooruit spelen? En als je dat iedere keer blijft doen, dus iedere keer maar weer de vraag stellen, waar kan hij ook vooruit spelen? Dus lopen de middenvelders goed vrij, lopen de spitsen goed vrij, kunnen ze daarom vooruit spelen? En dan moet je kijken, waar gaat het dan fout? Hè? Dus in welke linie gaat het fout? Ligt het dan aan het inspelen of ligt het aan het vrijlopen? En dat moeten we weer met elkaar analyseren, want laat één ding duidelijk zijn, het positiespel is geen doel op zich. Dat is een middel, hè. Dat is net als die opbouw, dat is een middel om ergens te komen. En wat past bij deze spelers? En nu gaat het om de juiste keuzes maken. Denk je dat ook aan Soykan, ik leg toch maar even de nadruk op hem, deze week weer kan aansluiten en misschien zaterdag weer mee zou kunnen doen? Dat durf ik niet te zeggen, eerlijk gezegd. Ik weet, hij heeft vorige week die spuit gehad. En ik weet dat hij vanavond dus eerst even getest wordt. En dat hangt helemaal af van deze week, durf ik niet te zeggen. Kozakken Boys, sterkte, zwakte analyse, dat heb je waarschijnlijk al achter de rug. Wat voor ploeg is dat? In ieder geval een goeie. Maar is wel waarschijnlijk weer een ploeg die veel druk naar voren gaat zetten. En wat is er nou mooier dan dat we nu zo'n tegenstander gaan treffen als we twee van zulke wedstrijden hebben gehad. Hè? Dus nu gaat het erom weer dus dat we ons daar weer op focussen van nou, wat moeten we nou doen in welke momenten en welke situaties. En daar hebben we deze week voor. Maar ik denk dat wel dat de groep dat ook juist als een uitdaging ziet om dat weer aan te grijpen. Een goede tegenstander. En dat wordt een mooie uitdaging. Oké, en we wensen je daar namens DVS TV heel veel succes mee, Roland. Dank je wel. Okay.